Het is vandaag 12 januari 2021. Mijn naam is Melvin en vandaag een extra kasteelgame nieuws. Vier weken geleden tijdens de Game Awards, waar The Last of Us de grote prijs heeft gewonnen, is er een nieuwe aankondiging gekomen. Een aankondiging van een nieuwe game. En aangezien ik een grote fan ben van deze game en waar ik dus uren tijd in heb gestoken, ga ik het jullie gewoon vertellen. ARK Survival Evolved krijgt een vervolg. Met de titel ARK 2. Het is nog onduidelijk wat er allemaal gaat veranderen en wat er allemaal nieuw is. Maar er is wel een trailer uitgekomen en die trailer ga ik gewoon met jullie kijken. It's time to go. Lights out, old friend.
Zoals ik al eerder zei in de video, ik ben natuurlijk behoorlijk hyped van deze nieuwe game. Ik heb in de Ark Survival Evolved en de overige delen daarna heb ik best wel veel tijd ingestoken. En best wel veel ook live gestreamd op mijn kanaal. Ook heb ik natuurlijk ook zonder live te streamen en zonder video's te maken heel veel uren ingestoken in deze game. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd naar, het nieuwe deel 2. Ik hoop dat de graphics wat beter zijn. Ik hoop niet dat het een heel zwaar spel wordt hoor. Dat iedereen hem gewoon kan spelen op welke console dan ook en op welke PC dan ook. Verder hoop ik dat het er gewoon weer een open wereld is. Gewoon waar iedereen bij elkaar kan overleven. En wat ook wel leuk is misschien dat er een kleine... Ja, dat mis ik wel in de vorige delen. Dat er misschien een klein verhaal in zit of zo, weet je. Dat je gewoon een kleine missie story kan doen. Gewoon met je dino's, weet je wel. Dat je bijvoorbeeld een eindbaas moet verslaan op basis van een aantal missies. Dat lijkt me wel heel leuk. En het lijkt me dan ook wel leuk als Vin Diesel daar de hoofdrol in heeft. Nou ja, het is allemaal speculeren natuurlijk. Er is nog helemaal niks bekend op het internet. Ik kan ook helemaal niks vinden dan alleen maar deze video en dat er aangekondigd is. Wat ik wel kan vertellen is dat er nog een kleine ARK-serie aankomt. Een ARK-serie, dat is een animatieserie. Ik weet ook niet op welk platform dat komt. Komt dat op Disney Plus lijkt me sterk. Maar op Netflix of iets, ik weet het allemaal niet. Dus daar moeten we nog op wachten. Maar ik ben in ieder geval hyped voor deze nieuwe game. ARK 2. Ik hoop dat hij er snel aankomt. Het zal misschien wel even een paar jaar duren, denk ik weer. Maar in de tussentijd kunnen we gewoon nog de oude ARK game spelen. En dan zijn we aangekomen bij het einde van deze video. Vond je dit nou een leuke video? Een leuke nieuwsvideo? Doe even dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren zoals ik al eerder zei. Ook dat belletje aan natuurlijk, want dan ben je er altijd bij het eerste nieuws. En dan zie ik jullie gewoon weer in de volgende video. Groetjes!